Eén keer per jaar heb ik een taak. Eén keer per jaar maken wij een samenvatting van alles wat wij tot nu toe hebben meegemaakt. En sinds 2 jaar horen jullie erbij. En ik moet heel eerlijk met jullie zijn. Op het moment van opnemen voel ik me niet helemaal blij. En dat heeft er alles mee te maken met mijn mental health. Ik voel me mentaal een beetje opgesloten in de plek waar ik nu zit. En juist nu, juist net nu ik een nieuwe baan ga beginnen. En ik hoop dat dat een beetje gaat helpen. Eén keer per jaar maken wij een samenvatting van alle belangrijke gebeurtenissen die we hebben meegemaakt in het jaar. En die samenvatting, daar begin ik al mee op 25 oktober 2022. Wat inhoudt dat er een hele hoop dingen missen van ons jaar. En dat is ook helemaal niet erg. Maar ik ga je meenemen door een van de gekste jaren die ik tot nu toe ooit heb gehad. Ons tweede jaar online. Meer dan 50 dingen die we hebben meegemaakt die je kan beschouwen als een uitje. Er zijn maar 52 weken in een jaar, dat betekent dat we minimaal een paar keer per week een uitje hebben gedaan. Voor onszelf, we hebben onszelf naar buiten getrokken, want heel eerlijk, heel soms hadden we er geen zin in. En dat is niet gek, soms heb je er gewoon geen zin in. Maar soms was het ook gewoon vermaak en eigenlijk altijd hadden we het wel naar ons zin, behalve op die treurige kermis in Zoetermeer. Voor de rest was het altijd wel leuk. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Net als wij. Dit was ons tweede jaar online. I can't stop falling. And I can't help falling in love with you. Maar we gaan wel trouwen volgend jaar. We gaan trouwen. Jongens, veel succes vandaag. Hoogstel. Een goed weg van jaar. We hebben hier zo lang op gewacht. 6 december. 2 jaar Ben en Nies. Dit is meestal een van de meest langdradige video's die we maken. Ook om te kijken. We beginnen hier op 24 december. Op 23 december 2021. Vlog 104. De kerstman op bezoek bij de stream. Ladies, pop your backs, Billy. All my reindeers, pop your backs with it. En snel door. There's a certain guy who wants to send you a Christmas present. Naar 24 december 2021. Er was een liefdesverhaal ontstaan. En dit wilden wij graag op de, ja, op de vlog hebben. Nou. Ook voor hun, zodat hij het ook mee kon krijgen. En dit moest in het Engels, want de man was... Ja, hij kwam uit Australië. It's for him, it's for him. Maar een kleine update. Die zijn helaas alweer uit elkaar. Ik heb een... Eén keer per jaar doen wij een kerstavond special. Ook dit jaar. En dit doen we natuurlijk op kerstavond zelf, met een livestream. En iedereen die in de Discord zit, join de Discord, die kan meedoen. Nee, je moet goed, hij moet lager. Ja, doe hem losser dan, wat Kees. Nou, 27 december 2021, kerstavond bij mijn moeder. Dat ben ik even aan het doen. Natuurlijk was dit een dag eerder, dus 26 december. Hey,
Maar dit is wanneer we hem hebben geüpload. Hallo. 28 december. Had ik op film staan. Kerstontbijt met onze buurt. Dat wij dus een 201 kapwoning gingen nemen. Ja. En tegelijkertijd zwanger gingen raken. Zodat de kindjes vriendjes kunnen worden. Dat is niet gelukt. Ja, dat weten we niet. Misschien komt ze wel van straks met een zeg. Nee. Wanneer we kinderen krijgen, moeten we op hetzelfde moment moeten we plannen. En dan krijgen we kinderen op hetzelfde moment. En dan worden we vrienden. Oh. Kan je alvast? Nee. Misschien de tweede. Foodbaby. Van de afgelopen dagen. Lumos. Helaas hebben we geen contact meer met onze oude buurtjes. Of bijna niet. Hallo. Lea. Geloof me, ik weet niet waar dit bij hoort. Hallo. Het was dezelfde dag blijkbaar. Je billen, kijk nou, je billen komen eruit. Voor vandaag wat shotjes meegenomen. 1 januari kwam de vlog van Oud en Nieuw online. En dat de vruchtbare avond wordt. Dit was ook de eerste Oud en Nieuw die wij volledig gelivestreamd hebben. Iedereen kon de camera besturen via kanaalpunten. En de stream moesten we helaas verwijderen. Dat is de dingen die je... Het is leuk om te zien dat wij aardig gewend waren geraakt aan thuisfeestjes. Happy New Year! Maar ik ben blij dat het voorbij is. Let's go outside! My god. Ja nee, het was hier niet mistig. Dit is vuurwerk. Wat? Oh, wat? 7 januari 2022 hebben wij dus onze nieuwe kat opgehaald. Dit is de laatste kat die ons huis gaat betreden. Geloof me. Ik heb een tas die we al hadden. Wat hebben wij opgehaald? Eigenlijk was dit al too much. Kom maar, Eimee, je doet niks. We gaan jullie laten zien aan Luna. Hey Luna. Hi Popje. Is een camera. Moet je kijken? Dit is onze nieuwe aanwinst, Luna. En Luna is een beetje verdrietig, want Luna is al 6 maanden oud. En die werd ineens uit de situatie weggehaald. Hé, Luna? Want er was een baby allergisch. Ik neem jullie mee naar 9 januari 2022. We hadden nog wat over van kerst, zonder om weg te gooien. En het was nog goed, want dit wordt natuurlijk een paar dagen van tevoren opgenomen. En toen besloten wij om een voedselgevecht te houden. Ja, ik gooide echt een worstje. En ja, Annemarie, dit is asociaal. Stel je kleine kinderen. Ik blijf niet bukken, hij gaat niet te gooien. Amies, hoe zijn de cijfers, Amies? Ik neem jullie mee naar 24 januari 2022. Ja, Chinees is ziek. De gehele coronaperiode hadden wij niets gehad. Corona is bijna voorbij. En Chinees wordt aangestoken. Jullie weten toch hoe Chinees altijd zo negatief is in de vlog? Chinees is eindelijk positief. Ik heb corona. Ze is positief getest. Van de GGD moest ik dus een zelftest doen. Hebben we gelijk even gedaan. En nu even wachten op de uitslag. Namelijk, Chinees en ik zijn van plan om onze naam te gaan wijzigen op YouTube. Dit hebben we nog steeds niet opnieuw opgenomen. We weten gaan nog niet precies niet meer wat doen. We gaan doen. We zaten te verwachten. Maar dit was de video waarin we eigenlijk hebben verteld er dat onze fans, naam gaat veranderen op YouTube. Naar Benny's, Ben en Nies. Dat is een combinatie van onze naam. Hiervoor heten we Hard Dance Family, mocht je ons daarvoor Joy, niet kennen. Ben en Nies. En dit is een spelletje dat ik altijd met mij mee speel. Dat doen we al 2 jaar. 14 maart 2022. Ik ben sowieso nooit positief over
dierentuinen, maar dit sloeg alles. Janice, kom nou een keer uit die ballenbak. Ik wil door. Janice, kom niet meer uit de ballenbak. Dit is zo'n rare situatie. Ja, dit blijft grappig. Nou, we zijn aangekomen. Moet ik er trouwens wel even bij zeggen dat Janice daadwerkelijk haar telefoon kwijt was in die ballenbak. Dus het wordt tijd om naar binnen te gaan, denk ik zo. Wij zouden normaal nooit zelf naar een musical zijn geweest. Maar iemand had kaartjes gewonnen via de postcode loterij. We kregen ze en dat was eigenlijk een hele leuke ervaring. De 17 april. We gingen eindelijk weer wat leuks doen met Janine en Jerry. Dat is trouwens nu ook alweer een tijd geleden. Bijna hè? Oeh, Jerry. Hij gaat het doen hoor. Nee. Hij gaat het doen. Nee. Daar komt hij. Dit is wat hij moet doen. Daar gaan we. Zij het! Oh! Ja, oh! Een luxe dinertje doen hè, met een kwaliteitje. Een luxe dinertje bij een snackbar. Om even die leuke dag af te sluiten. Ze is ook lastig ook. En mijn tweelingzusje doet moeilijk altijd over op beeld gaan. Oh, dat is leuk. Ja. Maar we gaan wel trouwen volgend jaar. Mag ik bruidsmeisjes zijn? We gaan volgend jaar trouwen. Gek. Echt waar? Ja. Echt waar? Ja, echt waar. Ja, we dachten onze ouders worden wel heel erg oud en die moeten het ook nog meemaken. Ja, dankjewel. Bruidsmeisje volgend jaar. Wij gaan trouwen. Mag je ook een bruidsmeisje zijn? Ja, tuurlijk! Oh, je moet Jarre bijvoegen in het gesprek! En dit deden we. We gaan trouwen! Ja? Ja! Word ik dan zo? Je gaat trouwen! Ja! Nou, dat ja, ik weet niet wat het was, maar hij had het in één keer goed geraden. En daar was hij zelf ook verbaasd over wat hij goed had geraden. Ja! Ja! maar echt? Ja! Echt waar! Geen grapje. Maar echt waar deze keer? Ja! Ja! Echt waar. Wat leuk! Ja! Wat, dan gaan we trouwen. Gaan we trouwen? Hebben jullie eindelijk een datum geprikt? Nee! Wel een seizoen! Wel volgend jaar, maar nog geen datum. Die moeten we nog even kijken. Wat gaan we doen? Dat weet ik niet. Wat denk je dat we gaan doen? We gaan met de Randstad erheen. Het was een bijzonder jaar. Met de route. En een van de dingen in dit jaar was dat haar vader voor het eerst met de Randstadrail ging. En mijn moeder ook. Hoe lang duurt het ongeveer, Chinees? 2 keer een uur, toch? Ze hadden het over 2 uur. En Brian had het gezien. Maar dat is als je echt langzaam loopt. Dus hij kwam met een idee. Zullen we kijken hoe snel het gaat? De snelste ronde. We hebben het naar een zin, hè, Brian? Buikje vol gegeten. Nee. Brian is een beetje camera-schuw. Ja, kleur op. James Bond. Aston Martin. Mooi man. Ik neem jullie mee naar 27 april 2022. Ons allereerste festival weer na de corona-pandemie. En wat was het een kutfeest. We hebben het wel een beetje naar ons zin gehad, maar we merkten wel dat we het gewoon niet gewend waren. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar eigenlijk was alles van het feest een beetje naar geregeld. De beelden die we geschoten hebben zijn leuk om terug te zien, maar om 4 uur 's middags lagen we eigenlijk half verpampus naast een tent. We waren er echt klaar mee. En dan moet je nog de hele dag. De line-up was leuk, dus daar lag het niet aan. Maar wel leuk weer dat we het eindelijk weer konden doen. Want toch hadden we dit gemist. En mijn relatie ook.
het bevrijdingsfestival. Zij, er zit een nare nasmaak aan onze relatie. Oh, nou, inleveren dat drankje. Mag je niet meer eten. Want betaal jij? Ja. Wat betaal jij? Ja, dus lief zijn. Oké. Nee, het hoort naar een nasmaak. Voor de mensen die het niet weten, 5 mei is de dag waarop wij een relatie hebben gekregen. Dus natuurlijk hoort dat, of we nou iets leuks doen of niet, bij de hoogtepunten van ons jaar. Ik neem jullie mee naar het volgende. Ik neem jullie mee naar Drievliet, 8 mei 2022. Dit is misschien de slechtste angle die ik ooit heb gefilmd in een achtbaan, maar hey, het is wel leuk om een keertje Drievliet op de vlog te hebben, want we gingen er vaak heen, totdat we gingen vloggen. Oké, let's go. Ja, oh, dat was een klik hoor. En dat was Quincy, onze oud-collega van Duinrel. Werkt nu bij Drievliet en volgens mij is hij ook buschauffeur. En hij heeft een YouTube-kanaal. Ik vind kwaliteit heel erg... Op 12 mei 2022 heb ik een video geüpload waarin ik onze nieuwe camera heb opgehaald. Onderzoek gedaan wat nou de beste en wat ik hier vertel is niet zo heel erg interessant. Eigenlijk alleen maar dat we de kwaliteit gaan verbeteren op het kanaal. Nou is dat deze en dat wil ik op deze manier deze laten zien. Wat je nu ook ziet, dit wordt de nieuwe kwaliteit van mijn kanaal. En van het Chinese kanaal natuurlijk. En op 15 mei 2022 gingen we die camera al even goed uittesten. Met een spontaan barbecue'tje bij mijn beste vriend Robin. Echt heel lekker. We gaan wel een nieuw vissenhuisdier zoeken. 16 mei, een dag later, gaan we met jij bent hier al een paar dagen mee bezig. Heel impulsief. Kijk, ik wil hier. Maar iedereen had er zin in. Ik denk niet dat je vissen kan kopen bij Sea Life. Chinese wilde zo graag een nieuwe vis. We gaan geen vis kopen. We hebben 3 katten, vind je het niet oké? Okay? Maar ik wil ook een vis. Ik wil geen vis. Ik hou van vissen. Kaas. Mevrouw, waarom film je ons? Hoe is het? Op een goed DEFCON jaar. Ja? Jullie gezondheid geen ongelukken. Ja, over DEFCON gaan we straks nog even vertellen. Het is een bijzondere editie, laat ik het daarbij houden even. De meest bijzondere... Inderdaad, de meest bijzondere schreeuw ooit. Was dat een gil van jou? Was dat jouw gil? Ja, ik zong echt! 24 mei, we gingen voor de eerste keer dit jaar naar de kermis. En de kermis in Zoetermeer lijkt elke keer steeds minder te worden. Op 28 mei zijn we de tweede keer gegaan, samen met Jerry en Janine. Toen ben ik volgestopt met suiker door Jerry. En op 15 juni gingen we een dagje duineren. Laat ik zeggen dat Chinese en ik allebei een bijzondere band hebben met ons innerlijke kind. We hadden hier zo lang op gewacht. DEFCON 1. De eerste nacht hadden we ontzettend veel onweer. Dat resulteerde in slaaptekort. Wat de rest van het weekend niet anders is geworden en eigenlijk onze ervaring een beetje beïnvloed heeft. Want ja, de rest van de nachten was het zo warm dat we gewoon niet normaal konden slapen. The moment we've all been waiting for. The reveal van de rest. We hebben een klein complimentje gekregen dat wij een van de weinige vloggers zijn die meer van het terrein laten zien dan van de stages. En dat zullen we altijd blijven doen. Maar wat was het weer een heerlijke editie. We hebben gejankt, we hebben geschreeuwd. We hebben gedanst, we hebben gedronken en we hebben genoten. En we hebben ons zwaar geïrriteerd aan al die mensen die net 18 zijn geworden in de coronapandemie en niks konden doen. Die mensen die snappen gewoon niet hoe je moet feesten, heb ik het idee. Het was een hele andere vibe op het terrein. En daardoor voelde DEFCON 1 niet altijd zoals het altijd is geweest. En of het alleen om die mensen lag of van deze editie wat gewoon heel onwennig was. Dat weet ik niet.
Maar het was een bijzondere editie van Deftig. Ja, heel bijzonder. Vooral ook omdat we voor de eerste keer de hele dag een camera aan onze hand hadden. En onze VIP experience. Net als op Defcon. Dat was ook daardoor hier. Gaan we dus wel de oude camera verkopen. Maar op 25 al juli, onze eerste vlogs daarna, zijn met deze camera ik mijn oude camera dit is de verkopen. Canon M50. En dat was om financiële redenen. Ik ben aan het vloggen. Omdat wij financieel een beetje in de put zaten dat jaar. Maar dat is nu gelukkig. Als een ander ons zou zien, zouden ze ons voor geen goed opgelost. Maar wij geloven dat liefde bijzonder. We mochten gaan filmen op de bruiloft van Maddie. En toen Maddie en Frans ons vroegen om te vloggen op het eerste stukje dat net in beeld kwam, heb ik het een beetje genegeerd, want ik moest nog even verder met mijn verhaal. Maar wat was dit een bijzondere ervaring? Ik ben nog steeds aan het filmen, hè? Ja. Is dit er dichtbij? Ja, dat is iets wat. Ik ben aan het vloggen, hè? Ja, ik ben aan het vloggen. De allereerste keer dat Chinese haar collega's in beeld kwamen op de vlog. Demi en Damien. We hebben het ontzettend leuk met z'n vieren. Ondanks dat we wel eens een klein misverstandje hebben. Maar dat hoort bij alle vrienden natuurlijk. Op 5 augustus besloot Chinese naar een dierentuin te gaan. Samen met haar baan. En op 29 augustus gingen wij samen weer eens naar de Efteling. Met haar maan. En de nieuwe vlam van haar maan. Jeroen. Chinese had nogal last van paniekaanvallen, dus die durfde dit keer niet in de bron. Wacht heel even, dit moet ik even van dichtbij bekijken. Blijft een prachtig beeld. We gaan nostalgisch even het spookslot, want het is de laatste keer dat we dit jaar in kunnen. We hebben hem nog gepakt dit jaar. 15 augustus. Ik was in het water geduwd. We hadden een lol. Wij zijn eigenlijk twee waterratjes die nooit naar zwembaden gaan. Normaal alleen tikibad, terwijl er een zwembad hier redelijk dichtbij zit. 18 september, de dag van mijn verjaardag. We gingen lekker met nepsnootjes en nepbrillen aan tafel zitten. Om eens even lekker te eten. En Janine wil wel werkelijk in beeld. En daar hoort natuurlijk een feestje bij. Oh god. Nou, we zijn aangekomen 16 bij oktober. Benny's 50's. Wij gingen een keertje naar Benny's 50's. En ik heb nog nooit zo'n gave 50's winkel gezien als deze. Zo gaaf dat iemand uit de community zelf heeft gezegd van oké, weet je wat, ik ga vanuit Friesland gewoon een keertje daarheen. Wat heel leuk is. En wat een passie had deze man voor wat hij doet. Hij wilde alles uitleggen. Alles. En eigenlijk had ik hem meer willen vragen. Dus misschien moeten we in de toekomst nog een keertje terug. ...24 oktober. Ik struikelde op de Halloween kermis in Zoetermeer. Ja, het was een Halloween kermis en het had geen één spookhuis. Ik vond het een bijzonder verhaal. Maar zoals ik al zei, die kermis in Zoetermeer die wordt steeds treuriger. We gingen met mama. Zoals je ziet, mijn ma heeft niet altijd zo'n goede gezondheid gehad. En dat wordt eigenlijk steeds erger. Dus ik kan niet veel meemaken. En mijn ma kwam niet vaak buiten op dat moment. Dus wij waren dat weekend, het hele weekend, naar buiten gesleept om van alles te doen. 9 oktober. Ja, het staat een beetje door elkaar. Niks. We gingen naar een tuincentrum samen met Demi en Chinese haar moeder. Alcohol. En dit was wel even weer gezellig. What are you doing?
Normaal is de kerstshow in deze, dit tuincentrum super mooi. Maar helaas, dit jaar niet. Ik neem je mee naar 29 oktober 2022. Onze Halloween Fright Nights Experience. Ga eens bier halen! Ga eens bier halen! En natuurlijk proberen we de leuke stukjes weer te kopiëren uit onze oude box. Mooi, hij is een beetje donker, maar... Mijn bier of ik? Jij. Ja, veel plezier. Cheers. Cheers. Oh, ben dat fit? Ze pakken me, pak hem. Ja, Chinese had dat werkelijk weer een keertje alcohol, want dat doet ze niet vaak. En ik ben nog steeds verbaasd hoe goed mijn camera in low light performt. Het is geweldig. Eens kijken. Oh jee. Ik weet waar dit naartoe gaat. Adriaan! Bas! We hebben op Dumpert gezet. We hebben het stiekem gefilmd. Je mag niet filmen, Walibi. Helemaal niks. En als het een beetje schappelijker waren geweest, hadden wij ons daar zeker aan gehouden. Want alle influencers mogen het wel, en wij niet. De eerste keer dat we Annemarie in real life hebben ontmoet. We gingen golven met de community. En door een misverstand kwamen daar ook vrienden bij, wat niet helemaal goed ging. En niet iedereen wilde op beeld. Heel veel gezeur om geweest. En daarom besloten ook niet meer op deze manier een community dingetje te doen. Wat is dit nou? Hey! En wat moet klimmen? Ja? Hoi! Ja! 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 Hey, je bent het lekker bezig. En onzin. En vuurwerk! En toen viel het stil. Dit was de jaarssamenvatting zoals we hem hadden. Er is nog wat bijgekomen. Wij zijn even kijken. Eind november zijn wij naar Climax geweest. Dit was niet het meest toffe feest wat wij tot nu toe hadden meegemaakt. We hebben betere edities gezien. Maar Q-Lens wil denk ik meer geld verdienen. Waardoor ja, de Climax ervaring een beetje achteruit gaat. Ik weet dat het geen populaire mening is. De meeste mensen zijn gewoon blij dat ze naar een feest kunnen. Ik wilde graag naar een Q-Lens feest. Wie is dat? En dat is niet zomaar een feest. En helaas hebben ze dat dit jaar niet gehaald. Ik wil ook op de camera. En als allerlaatste neem ik jullie mee naar gisteren. Gisteren zijn wij naar de Efteling geweest. Samen met Annemarie, Demi, Damien, Annemarie haar man. Tim uit Discord en ook zou Squad Kings meegaan, Stefan. En helaas, omdat Stefan voor de zoveelste keer had afgezegd, die jongen die zag aan het begin van deze video, en daar een smoesje voor verzon, ja, zit hij niet meer in de community. Ik hoop dat het nog een keertje goed komt, maar dit was het jaar, of het tweede jaar online van Ben en Ys. En ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. We gaan jullie nog geen gelukkig nieuwjaar wensen. Ik wil nog afsluiten met het feit dat wij natuurlijk gestopt zijn met dagelijks content maken. Dit heeft het kanaal wel een heel klein beetje beschadigd. Waardoor de subcount misschien een beetje stilstaat, maar het gaat ons om de kwaliteit. Wij wisten dat we de kwaliteit niet hoog konden houden als we doorgingen met dagelijkse content. Terwijl ik net een nieuwe baan heb en eigenlijk helemaal geen tijd meer voor heb. Maar hey... We gaan vanaf januari gewoon weer door met nieuwe content, dagelijkse content proberen te maken. En we hopen op een goed derde jaar van Ben en Ys Online. Vergeet niet te liken, te delen, te abonneren en laat even achter wat jij het leukste moment vond in deze video. Bedankt voor het kijken. Doei doei. Want dit is de laatste vlog die we opnamen voor het einde van het jaar. 2022. Ja. Dus, tot ja. Volgend jaar. Tot volgend jaar. Want morgen is het 6 december. Dus morgen komt de welbekende eindejaarsvideo.
Tot morgen. Tot morgen. Doei doei.